Hey, hallo, Suzanne hier van de Dingen Duiden podcast, nummer 6 alweer. Um, heb je dat wel eens dat je op de postbode wacht of iemand anders en die komt om een, om een bepaalde tijd? Ja, ik heb echt veel te veel koffie gedronken vanochtend. Um, en je wacht maar, je wacht maar, maar ondertussen moet je eigenlijk ook naar de wc. En. Uh, uh, nee, dan denk je op een gegeven moment: hij komt niet. 20 minuten later denk je van: Nou, ga ik even naar de wc. En precies op dat moment belt de postbode aan. Nou ja, dat had ik vanochtend, maar dan niet met de postbode, maar met de pianostemmer. <laughs> Het, hij zou om 9 uur komen, maar om 20 over 9 was hij er nog steeds niet. En ik moest op een gegeven moment echt best wel nodig plassen. <laughs> en toen uh, dacht ik van ja. Eh, misschien belt hij zo aan. En uh, uiteindelijk uh, dacht ik van, nu ga ik gewoon. En ja hoor, precies op dat moment belt hij aan. Dus uh, ja, nou goed, zo'n ochtend was het weer. En ik had ook nog eens uh, veel te veel koffie gedronken. Normaal drink ik echt maximaal twee koppen koffie per dag of zo in de ochtend. Ook niet later op de dag. En nu had ik er ook alweer 3,5 gehad, dus ik ben een beetje hyperactief. <laughs> maar goed, laten we beginnen. Uh, de Dingen Duiden podcast, zoals ik eigenlijk iedere keer zeg. Uh, ik bespreek iedere week een nieuw onderwerp. Gewoon wat ik interessant vind. Uh, gewoon om de wereld een beetje beter te begrijpen. En daardoor ook betere keuzes te kunnen maken. Op mijn site susandulling.nl vind je altijd de show notes. En daar kun je ook kijken om mij op verschillende manieren te steunen. Uh, je hebt er een hele mooie bol.com-button en een link naar Patreon. En op Patreon kun je mij al vanaf 1 dollar per maand steunen. Gewoon om mij te helpen om deze podcast te laten bestaan, want ik doe verder niet aan advertenties hier en ook niet op mijn website. Dus uh, als je dat wil, neem zeker even een kijkje. En vergeet je ook vooral niet te abonneren op deze podcast en uh, op mijn site om me ergens te volgen, whatever. Doe wat je niet laat kan. En laten we dan maar uh, beginnen. En het thema van deze podcast is minimalisme. En als je aan minimalisme denkt, dan denk je waarschijnlijk aan de kunststroming uit de jaren zestig. Met kunstenaars als Carl André, Sol LeWitt en Donald Judd, die hele grote minimalistische installaties maakten... Uh, grapje, nee, ik denk dat je eerder denkt aan de trend minimalisme die nu gaande is, vooral onder millennials, zoals ik er ook eentje ben, uh, namelijk op, op het gebied van ons pullen. Um, aan de ene kant vind ik minimalisme heel erg mooi en streef ik het zelf ook na, maar aan de andere kant vind ik het soms best wel irritant. Um, waarom vertel ik later in deze podcast? Maar eerst zal ik de vraag proberen te beantwoorden: wat is minimalisme eigenlijk? Veel mensen denken dat het gaat om het hebben van weinig spullen en dat dat eigenlijk het enige doel is. Maar ik denk dat je het het beste kunt omschrijven als een leefstijl waarbij het draait om het loslaten van al het overbodige. Dit gaat vooral om de spullen die je hebt, maar ook om de dingen die je doet. Dus als iets niet nuttig is, als je er niks aan hebt, of als het lichter verstoffen, dan, dan mag je het eigenlijk gewoon gelijk weggooien. Maar ook als iets veel energie kost om te doen, terwijl je er niet blij van wordt, dan wordt geadviseerd om er ook mee te stoppen. Dus het gaat eigenlijk om bewuste keuzes maken op basis van of iets waardevol voor jou is of niet. En sommige minimalisten leven echt heel erg extreem eenvoudig. Uh, die hebben bijvoorbeeld maar honderd dingen. Uh, ze hebben soms ook een lijstje op het internet gemaakt van alle spullen die ze hebben. Um, of ze wonen in een tiny house bijvoorbeeld. Dat is dan een huisje ja, tussen de 15 en 45 vierkante meter waar alles in zit. Maar je kunt ook een stuk meer spullen hebben en toch een minimalist zijn. Of tenminste een soort van minimalist dan. Ik noem mezelf ook geen echte minimalist. Uh, waarom vertel ik zo ook? Maar ik ruim wel heel regelmatig mijn huis op. En ik koop ook niet zo heel veel nieuwe spullen. Uh, ja, ik doe mijn best. <laughs> Alleen ik probeer dingen te kopen, uh, alleen als ik zeker weet dat ik er wat aan ga hebben. Maar ja, ik ben ook niet perfect, dus soms komt er ook wel eens wat in waar ik achteraf van denk, van nou ja, dat had ik ook beter niet kunnen kopen. Uh, maar ik probeer er wel op te letten en dat kan dan zijn of iets nuttig is of dat ik het gewoon echt heel erg mooi vind of leuk vind. Dus dat ik in ieder geval zeker weet dat ik het waardevol vind. En nou ja, als mensen dus beginnen met mijn minimaliseren, dan beginnen ze ook vaak met het opruimen van spullen. Uh, maar daar begint het dan pas eigenlijk. In ieder geval dat zeggen ook de bekende minimalisten Joshua en Ryan van de Minimalists. De Minimalists, um, dat is een blog en een podcast over minimalisme. En zij hebben ook een documentaire gemaakt, genaamd Minimalism. En die staat ook op Netflix. En na, zij zeggen dat je na het ontspullen waarschijnlijk ook gaat kijken naar je werk, naar de mensen om je heen, de tijd die je spendeert aan positieve en negatieve dingen. Nieuws, social media, alles eigenlijk. En ook dat kun je minimaliseren. Dus eigenlijk loslaten van alles wat je overbodig vindt. En waarom zou je dat nou doen? Um, het grote deel van minimalisme is vooral meer vrijheid. Zo zeggen Ryan en Joshua dat. En minder afhankelijk zijn van spullen, van geld, van succes en status om gelukkig te zijn. Dus een groot huis, een dure auto, dat soort dingen. Dat hoeft allemaal niet. Uh, en ook minder moeten van jezelf en van onze consumentencultuur. En ik denk ook dat dat de reden is waarom minimalisme nu zo populair is. En we hebben, zoals filosoof Alain de Botton dat mooi zegt, last van statusangst. Hij heeft daar ook een boek over geschreven met de titel Statusangst. En dat is de angst om niet aan de maatschappelijke eisen te voldoen. En juist doordat we steeds meer gelijke kansen hebben, mede ook door de komst van. Ja, democratie van internet, van onderwijs. Is het gevoel van falen ook sterker als je niet rijk of succesvol bent? En we vergelijken onszelf ook heel erg veel met anderen. Uh, bepaalde spullen of bepaald werk, dat geeft ons ook een bepaalde status. En het gaat dan niet eens zozeer om de spullen zelf, maar om ja, het, het imago wat die spullen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een Apple-computer vergeleken met een. Gewoon, met een gewone computer wil ik al zeggen, met een Windows-computer. <laughs> of bepaalde merkkleding, of bepaalde auto. Al die dingen die geven jou een bepaald imago. Terwijl het eigenlijk allemaal gewoon computers, kleding en auto's zijn. Maar ze hebben allemaal wel een bepaalde status. En dit noemde Thorstein Veblen. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar dat is een Noors-Amerikaanse socioloog en econoom. Die noemde dit al in 1899, dus ruim een eeuw geleden, conspicuous consumption. Opzichtige consumptie in het Nederlands. Hij herkende dit dus al als het fenomeen dat men spullen koopt om zich te onderscheiden van anderen. En dat je op die manier je status, je macht of je rijkdom kunt uitdrukken. Dus dat gebeurde eigenlijk al aan het einde van de 19e eeuw. En tegenwoordig. Waarbij iedereen op social media zit en ook zijn of haar leven laat zien, Ja, is dit eigenlijk nog steeds een ding. En misschien nog wel meer dan aan het begin van de 20ste eeuw, omdat het ook nog veel zichtbaarder is uh, voor alle lagen in de maatschappij. En dat is ook waar minimalisme tegen in probeert te gaan. Minder focus op spullen om je status uit te drukken, maar meer geluk zoeken in de dingen die voor jou betekenisvol zijn. En dus ook loskomen van die statusangst die in de maatschappij heerst. En dat vind ik zeker heel erg mooi, want je moet je niet laten leiden door het idee uh, van, ja, van succes, wat de samenleving succesvol noemt, maar wat jou gelukkig maakt, wat jij als een succesvol leven ziet. Ik probeer dat zelf ook toe te passen. Ik ben gestopt met een, uh, een goede baan bij een leuk bedrijf, bij Dillen en Camille, um, om voor mezelf te beginnen als ZZP'er, omdat ik heel graag meer vrijheid wilde in mijn eigen uren, mijn eigen tijd, dat ik niet op kantoor hoefde te zitten. En ja, ook op het gebied van spullen probeer ik niet uh, tien paar schoenen te kopen, maar gewoon één of twee paar die ik echt leuk vind en veel ga dragen. Maar goed, wat ik al eerder ook al zei, ik ben ook niet perfect. Maar het is een mooi, voor mij een heel mooie richtlijn om daar ook uh, minder te laten leiden door het succes van de maatschappij. Maar ik heb er ook wel een beetje moeite mee, en dat is om drie verschillende redenen. Uh, allereerst is het, vind ik het ook wel een beetje een elitair ding. Als je zegt dat je minimalist bent, dan geef je jezelf eigenlijk ook weer een soort identiteit of status. Um, ja, het idee dat je boven de consumptiemaatschappij staat en dat je al die spullen niet nodig hebt. Ja, daardoor kun je je ook weer beter gaan voelen dan anderen. Zoals dus je dingen gaat zeggen als: Ik koop niks meer bij de action, ik koop alleen maar dingen van goede kwaliteit. Of ik ga alleen maar naar de kringloop en ik zit niet meer op social media. Ja, dat geeft je toch ook een soort van identiteit of status. En ik heb zelf helemaal geen probleem met een status of identiteit. Ik denk dat iedereen dat zoekt en heeft en dat geeft ook helemaal niet je ontkomt ont ont er niet aan. Ik koop ook spullen van bepaalde merken. Ik heb ook een MacBook en een iPhone. Maar als minimalist claim je dat je daar los van staat, terwijl dat dat eigenlijk in mijn ogen niet zo is. En bovendien is minimalisme niet een aangelegenheid voor mensen die iedere dag ja, zich afvragen of ze wel genoeg te eten hebben. Zij kunnen zich niet eens druk maken om hun status. Het is wel echt een luxe ding. Uh, dus ja, daarom is het wel een soort elitair ding en uh, geeft het je alsnog een identiteit of status. En de tweede vraag is, uh, die ik heb is of je door minimalisme eigenlijk mi door minimalisme aan zich echt gelukkig kunt zijn. Um, ja, de, de minimalisten die claimen dat je er echt vrijheid door kan vinden. Ik denk dat het een heel mooi hulpmiddel is, maar als je geldzorgen hebt of ziek wordt of iemand in je omgeving verliest, ja, dan maakt dat je niet immuun voor geld, voor, voor zorgen of verdriet of onzekerheid. En nu wordt dat ook niet per se geclaimd door de minimalisten, maar dit soort ontwikkelingen in de maatschappij, zoals minimalisme, um, ja, zorg er wel voor dat het lijkt alsof het leven heel erg maakbaar is. En minimalisme speelt daar dus ook, denk ik wel, een rol in. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de heel erge focus op gezond eten. En voor een heel groot deel, ook al probeer je heel gezond te leven, is het ook gewoon pech en genen en je omgeving. En misschien wel een ongeluk. Um, ja, ik, ik denk dat het beter is om je te realiseren dat het leven niet zo maakbaar is. In plaats van dat je je continu bezighoudt om je leven zo perfect mogelijk te maken. En ik denk dat, dat, je, uh, dat, dat, dat je daardoor ook een stuk beter kan genieten van wat je wel hebt. In plaats van dat je focust op een soort perfect minimalistisch leven. En het derde punt is nog wat meer meta. <laughs> um, en misschien begrijp ik het wel echt helemaal verkeerd. Maar wat ik het lastigste vind aan minimalisme is dat het ook weer een soort extra wens is wat wordt gecreëerd. Ik, zie dat, ik heb het idee dat het ook weer onderdeel is van het succesplaatje, uh, in plaats van dat het daar los van staat. En Pierre Bourdieu, een Franse uh, socioloog uit de 20ste eeuw, die zei dat smaak en trends altijd afhankelijk zijn van de omgeving en van de tijd. En we kunnen dus eigenlijk ook nooit helemaal vrij zijn van alles en helemaal uniek en autonoom zijn. Wat we willen, dat wordt gestuurd door de omgeving. En dat kan dus ook een drang naar minder zijn. Dus de trend van minimalisme is ook weer een soort wens van deze cultuur. Dus of minimalisme nou echt meer vrijheid geeft, of dat het een soort schijnvrijheid binnen het systeem is, dat is eigenlijk mijn grootste vraag. En ik heb daar ook niet echt een antwoord op, ik weet het niet zo goed. Soms heb ik het idee dat het een haast een soort ideologie is, wat mij juist het tegenovergestelde lijkt van echte vrijheid. Je moet toch weer voldoen aan een bepaald plaatje. Dus ja, dat vind ik er heel erg lastig aan, deze drie punten. En wat ik juist een mooi streven vind, is wat Immanuel Kant zei, een Duitse filosoof uit de Verlichting. Hij zegt dat het veel beter is om te streven naar gelijkwaardigheid, dus dat ieder mens evenveel waard is. In plaats van te zoeken naar een hogere status of uh, ja, volledig uh, autonoom te willen zijn. Dus laat gewoon iedereen vooral doen wat hij of zij wil. En ja, dat zal dus altijd binnen het kader van een cultuur zijn. En binnen die cultuur vind je uh, minimalisten aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het ook gewoon mensen die een heel gezellig vol huis hebben met uh, spulletjes van AliExpress. Ik zeg maar wat. Um, en dat neemt niet weg, trouwens, dat ik minimalisme echt onzin vind. Ik vind het wel helpen. Um, het helpt mij in ieder geval ook om bewustere keuzes te maken. Ook op het gebied van duurzaamheid en het milieu. Minder spullen uit China te kopen, die worden verscheept met grote olietankers. Die zijn heel erg vervuilend. Um, en toch wat vaker uh, lokale producten te kopen of na te denken: van heb ik het wel echt nodig? Ik denk wel dat het heel erg goed is. Maar. Uh, ja, als je in plaats daarvan op zoek gaat naar jezelf uh, op Bali met een meditatieretret, ja, dan ga je alsnog uh, met het vliegtuig. Dus ja, ik vraag me af in hoeverre minimalisme nou echt, um, echt een constructieve oplossing is. Ik zie het niet als een panacee. <laughs> dat woord had ik even opgeschreven, want dat vind ik echt een uh, mooi woord. Uh, ja, ik zie het niet als panacee voor de moderne mens minimalisme. En het is ook zeker geen oplossing voor al het ongeluk in de wereld. Maar ik denk wel dat het je gewoon kan helpen om beter om te gaan met je tijd, met je energie. En uh, ja, dat vind ik wel een goed idee. Dus als je nou puur en alleen voor jezelf minimaliseert. En niet omdat het een coole trend is of een identiteit. Uh, dus gewoon voor jezelf regelmatig nagaat, wat heb ik nodig? Uh, moet ik dat nou echt kopen of niet? Ja, dan heb jij er wat aan, maar dan hebben anderen er ook wat aan. En dan draait het niet om een nieuwe identiteit, maar om, ja, gewoon om het daadwerkelijk beter te maken. En daarom, dat is ook de reden dat ik mezelf niet een minimalist noem, omdat ik het te dogmatisch vind en een soort van idee van, of het geeft jezelf weer een status, een idee van perfectie. Uh, maar ik, ik zie het gewoon als iets wat me af en toe helpt om bewustere keuzes te maken. Dus uh, ja, dat was mijn rant over minimalisme. Nou, dat was mijn uh, podcast over minimalisme. Ik hoop dat je er wat van hebt opgestoken. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jij van minimalisme vindt, of je jezelf minimalist noemt of minimaliseert. Laat het me vooral weten. Dat kan via mijn website suzandulink.nl. Daar vind je ook de show notes. Je kunt me ook een berichtje sturen via Twitter of Instagram. Ik heet daar ook gewoon het ja, dat was het dus voor deze week. Vergeet je vooral niet te abonneren op mijn podcast. Dat kan via iTunes, Stitcher, Overcast, YouTube, SoundCloud, nou ja, overal wel, behalve Spotify. Want ik heb gehoord dat je daarvoor moet betalen. <laughs> maar als jullie dat heel graag willen, dan uh, kan ik daar ook nog uh, op gaan. Um, ja, dat was het. En uh, ik zie je graag weer bij de volgende aflevering. Doei!